2011 kwam Nissan met de Leaf op de markt. En Leaf, dat stond voor Leading Environmentally Friendly Affordable Family Car. En ja, dat environmentally friendly, dat komt natuurlijk voornamelijk tot uiting in het feit dat deze auto elektrisch is. Ja, de Leaf die kwam op de markt en had een rijkwijde, een actieradius van 175 kilometer bij zijn introductie. In 2013 werd hij een beetje opgekalefaterd, om maar even zo te zeggen. Kreeg hij een iets strakker neusje, ging de CW-waarde van 0,29 naar 0,28. En veranderde die rijkwijde in 199 kilometer, zeg maar 200 kilometer. Laten we het maar even afronden in Nissans voordeel. Ja, en die actieradius, daar moeten we het zo nog eventjes over hebben. Want dat is natuurlijk wel een dingetje waar je rekening mee moet houden als je een auto als deze gaat kopen. Het aanbod aan Nissan Leafs op Autoscout begint langzaamaan te groeien. En dan komt die eerste paar auto's, die komen nu een beetje uit hun lease termijn dus die, langzaamaan beginnen die een beetje die markt op te rollen. Er staan er nu ongeveer 50 te koop op Autoscout, waarvan 45% in de kleur wit, nou ja, kleur, maar in het wit, 35% in het grijs en de rest is zwart. Er stond één blauwe op het moment dat ik keek. Ik weet niet of die er nu nog op staat, maar er stond één blauwe. Dus als je een kleurtje wil, als je een blauwe wil, moet je er snel bij zijn of goed zoeken. Nou, opties. Tot 2013, zeg maar, totdat hij opgefrist werd, waren er niet zoveel opties. De auto was zelf redelijk rijk uitgerust. Een van de weinige opties die je aan kon vinken, dat was dat zonnepaneeltje wat op de achterspoiler zit. Ja, en dat zonnepaneeltje wat op de achterspoiler zit, eigenlijk vinkt hij die alleen aan als je wilt laten zien dat je de ultieme hippie was. Want heel veel meer dan de 12 volt batterij opladen doet het ding niet. En even voor de goede orde, de 12 volt batterij is niet de batterij waar deze auto op rijdt. Dat is een accupack wat bestaat uit 48 cellen en die in totaal goed is voor zo'n 24 kilowattuur aan energie. Ja, en dat accupakket dat drijft de elektromotor aan die tussen de voorwielen ligt en de vooras aandrijft. En die motor die is goed voor 110 pk, of liever gezegd 80 kilowatt. Ja, er kunnen natuurlijk een aantal redenen zijn om deze auto te kopen. Ten eerste het statement wat je ermee afgeeft. Want ja, als je hierin rondrijdt, iedereen kan zien dat is iets aparts, dat is iets milieuvriendelijks. Dus die meneer die geeft om de boompjes en de bloemetjes en de bijtjes en de vlindertjes. En ja, dat kan een reden zijn om zo'n auto te kopen. Maar er zijn ook andere redenen, bijvoorbeeld je portemonnee. Als jij veel binnen de stad rijdt en korte afstanden rijdt, dan is deze auto gewoon echt flink goedkoper, in ieder geval per kilometer, dan dat een auto op benzine of diesel is. En ja, wees eerlijk, heb je die auto nou, moet je nou een auto kopen met een verbrandingsmotor alleen maar voor die ene keer per jaar dat je misschien naar Zuid-Frankrijk rijdt en misschien die twee keer per jaar dat je bij je cameraman in Groningen op bezoek gaat? Kan je dan niet gewoon de trein pakken? Liever niet misschien, maar hè? Er zijn wel andere oplossingen te bedenken dan het rijden met een verbrandingsmotor. Aan de andere kant is, we willen nu eenmaal graag onze vrijheid. We willen nu eenmaal graag gewoon lekker overal heen kunnen rijden. Dat is zo'n dingetje, dat zit bij ons ingebakken. De vraag is of dat nog helemaal terecht is. Want ja, als jij bijvoorbeeld in Amsterdam woont en elke dag een paar kilometer naar je werk moet rijden, of taxichauffeur bent, ik noem maar wat. Ja, dan kan je op zich natuurlijk best wel met zo'n elektrische auto af. Mede omdat je hem even in je lunchpauze gewoon weer oplaadt voor 80%. En dan gewoon dus weer een kilometertje of pak een beetje 150 kan rijden. Iets minder als je een auto gaat kopen van voor 2013. Een andere reden om een Nissan Leaf te kopen kan zijn dat je liever niet te veel uitgeeft aan onderhoud van je auto. En het voordeel van een Nissan Leaf is dat die elektromotoren, ja, weet je, er zitten heel weinig bewegende onderdelen in. Er zijn heel weinig slijtageonderdelen. Dus het onderhoud van zo'n auto is gewoon een stukje goedkoper. Daar staat natuurlijk wel tegenover dat je te maken hebt met het accupakket. In de Leaf, er zijn twee opties. Of het accupakket is bij de auto gekocht. Dat maakt de auto uiteraard een stukje duurder. Of het wordt in een leaseconstructie opgevangen. En dan betaal je vanaf een slordige 80 euro per maand. Ga je op zoek naar een tweedehands Leaf, hou dan eventjes in de gaten dat jij niet de keuze maakt.
Is de auto destijds met zo'n geleased accupakket aangeschaft, dan kan je die niet eventjes, zeg maar, dan moet je dat leasecontract overnemen. Daar komt het eigenlijk op neer. Heeft de vorige eigenaar het accupakket wel gekocht bij de auto, dan zie je dat ook al snel in de vraagprijs voor die auto. Want als je op Autoscout gaat kijken, dan zie je dat de prijzen uiteenlopen van 17.000 tot pak een beetje 35.000 euro. En dat terwijl je een nieuwe Nissan Leaf al kan kopen vanaf pak een beetje 27.000 euro. Maar daar komt dan dus wel dat leasepakket bij voor je accu's. En dat kost je dus minstens 80 euro per maand. Als je dus een auto wil zonder zo'n leaseconstructie, dan moet je bereid zijn om fors meer geld uit te geven. Maar goed, dan heb je daarna niet meer je maandelijkse lasten. Dan is er nog een stukje angst rond de capaciteit van accu's en hoe snel die slijten. Nou, de auto die we nu bij ons hebben, die heeft zijn leven gestart in Amsterdam als taxi. En die werd in eerste instantie mocht hij maar één keer in de week aan de snellader. En dat werd al vrij snel, toen dat allemaal goed bleek te gaan, werd dat opgeschaald naar één keer per dag. En toen dat goed bleek te gaan, werd hij gewoon eigenlijk op elk willekeurig moment dat er geladen kon worden, werd hij aan de snellader gegooid. En nou ja, die auto die heeft dus best wel accutechnisch een zwaar leven gehad. Want snelladen is een stuk minder gunstig voor je accu levensduur dan het rustig volladen in de nacht. En deze auto kan je, als je een auto hebt van voor 2013, in 8 uur volledig opladen aan het 230 volt of 220 volt, dat hebben we in Nederland, stroomnetwerk. En als je een auto koopt van na 2013, dan kan dat zelfs in 4 uur. En snel laden, dat kan al in een half uurtje, en dan heb je 80% van je accu zo'n beetje vol. Maar goed, deze auto is leven dus begonnen als taxi en is echt wel, accutechnisch zou je kunnen zeggen, behoorlijk uitgewoond. Ze hebben een meting gedaan op deze accu en hij is ongeveer 8% van zijn capaciteit kwijt. En daar moet ik bij vertellen dat er ondertussen 120.000 kilometers met deze Nissan Leaf gereden zijn. Dus ja, die accu-slijtage, dat valt wel mee. Want laten we eerlijk zijn, als je deze auto als particulier koopt, ja, dan ga je natuurlijk geen 50.000 kilometer per jaar daarmee rijden. Koop je deze auto zakelijk en wil je wel de kilometers ermee afleggen, weet dan dat als je een auto koopt die voor 2014 op kenteken is gezet, dat je nog steeds recht hebt op 0% bijtelling. Tot 5 jaar na de eerste naamstelling heb je 0% bijtelling op deze auto. Dat terwijl als je nu naar de Nissan dealer gaat en een nieuwe Nissan Leaf bestelt, je 4% bijtelling hebt. Aha. Dus het kan interessant zijn, zakelijk gezien, om een tweedehands Nissan Leaf te kopen. En let eventjes goed op, want er staan een hele hoop exemplaren op Autoscout met echt heel weinig kilometers. Minder dan 10.000, soms zelfs minder dan 100 kilometer staan gewoon te koop. Deze auto hebben we opgehaald bij VKV in Amsterdam. Heeft zijn leven dus als taxi doorgebracht tot voor kort. Hij heeft 120.000 kilometer op de teller. Maar voelt eigenlijk gewoon nog steeds heel strak en heel nieuw aan.